Hey, goed dat je kijkt. Deze economievideo gaat over economische scholen. We gaan het hebben over Keynesianen, monetaristen en neoclassieken. Eerst een vraagje. Zou iedere econoom dezelfde visie hebben? Pauzeer de video, denk even over je antwoord na en schrijf het op. Ik kom er later weer op terug. Bij economie denken we graag in modellen. Maar modellen zijn sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en het is geen exacte wetenschap. Daarom zijn sommige economen het er niet met elkaar eens. Keynesianen, aanhangers van Keynes, die zeggen dat de IS-curve vrij steil loopt. En bij een gegeven rente komt een gegeven inkomen. Nou, mochten we dat inkomen willen beïnvloeden, zeggen Keynesianen, dan moet je aan de overheid overlaten. Want de overheid is volgens hen goed in staat om conjunctuurbewegingen te beïnvloeden door bestedingen en belastingen. Stel je nou als voorzitter in een laag conjunctuur, de overheid wil de inkomens wat opschroeven en daardoor gaan ze meer besteden. Dan zal de IS-curve in hun ogen naar rechts schuiven en dat zal dan een groot effect hebben op het inkomen. Het inkomen stijgt dan hard door. Ook de multiplier is hierop gebaseerd. Monetaristen zeggen daar iets anders over. Die vinden eigenlijk dat de IS-curve veel vlakker zou moeten lopen. En zij zeggen, nee, bij die rentestand en die inkomensstand, als we het inkomen willen verhogen, dan moeten we het niet aan de overheid overlaten. Die zeggen, ach lul niet, dat kun je beter aan de centrale bank overlaten. Zij zijn van mening, monetaristen, dat renteverandering veel meer effect heeft dan overheidsingrijpen. Dus zij zeggen, nee, als je de rente ook maar een beetje verandert, bijvoorbeeld verlaagt, dan zal je als gevolg heel veel meer inkomen krijgen. Niet helemaal met elkaar eens dus. Keynesianen en monetaristen zijn het over de GA-curve wel eens. Zij zeggen dat lonen en prijzen niet perfect flexibel zijn. Dat betekent dat als de een stijgt, bijvoorbeeld een prijs, dat lonen niet even hard mee zullen stijgen. En daarom zeggen ze, hebben bedrijven op korte termijn een prikkel om meer te produceren. Want als er een beetje inflatie is, dan zal de verkoopprijs van een product dus harder stijgen of eerder stijgen dan lonen. Want lonen liggen vaak met een contract vast. Dus zeggen zij, op korte termijn bij een beetje inflatie, denken bedrijven, yes, meer winst, ik ga meer produceren. Neoclassieke economen zijn het er niet mee eens. Die zeggen nee, eigenlijk zou je die GA-curve verticaal moeten tekenen. Zij zeggen, beschouw lonen en prijzen maar perfect flexibel. Als de een verhoogt, verhoogt de ander mee en andersom ook. En ze zeggen daarom dat de overheid en de centrale bank met dat monetair beleid eigenlijk alleen maar inflatie in de hand helpen. En niet echt meehelpen als het gaat om het veranderen van het inkomen. Want die ligt volgens hen vrij goed vast op de capaciteit. Wat voor econoom zal bij een laag conjunctuur een rentedaling voorstellen? Pauzeer de video, denk er even over na en schrijf je antwoord op. Dit zal een monetarist zijn. Keynesianen die zeggen nee, bij laag conjunctuur kun je beter aan de overheid overlaten. En neoclassieke economen zeggen nou, doe sowieso maar niet. Want dat rentebemoeienis en die overheidsbemoeienis zorgt alleen maar voor inflatie. Monetaristen zijn degene die zeggen nee, de centrale bank die kan goed invloed uitoefenen op de productie en daarmee ook op de conjunctuur. Dan de beginvraag. Zou iedere econoom dezelfde visie hebben? Probeer nu je antwoord aan te vullen met de drie kernbegrippen uit deze video. Dan heb je een mooie samenvatting van het geheel. We hebben het gehad over Keynesianen, monetaristen en neoclassieken. En je weet nu hoe de standpunten van Keynesianen, monetaristen en neoclassieken het ISMB-GA-model beïnvloeden. Als je hier iets van geleerd hebt, abonneer dan op mijn kanaal. En kijk vooral ook even op mijn Instagram en Facebook, @meesterpatrick_economie. Bedankt voor het kijken, doei!